Dit is een gave plek. Miranda. Daar ben ik de naam kwijt, maar ja. Udaura of zo. Nou, hier staan al. Is dat een Hollander? Er zijn wat andere auto's. We zitten net buiten de stadsmuur hier. En Indy laat zichzelf uit. Saw your face through the mirror darkly. Saw you moving in your depths. Zonde van het weer, maar wel apartos. Het is wel apartos hier als. I felt my heartbeat in my head. Is there a better way to suffer? I wouldn't trade this for the world. I saw your sleeping eyelids shudder. I saw you dreaming. Remember the loss we suffered. Well, there's nothing like a life uncovered. Staring at the red beside you. Ander sfeertje dan in Zamora. Take me, see me how you want to. Tell me something's up your sleeve. Take me, show me how to walk again. Zondag? Wat is dit dan? Ik heb geen idee wat dit betekent. Maar ik heb geen idee wat dit betekent. Nee. Dat zijn allemaal toeristen die niet in paniek raken. De rest van de bevolking zit in schuilkelders of zo. Wat de hel? Jan, Luggie, hier achter ons, dat zie je. Daar gaat noodweer losbarsten. We zijn echt net op tijd bij de camper. Het is een heel leuk dorpje. Heel veel bazaars vol met de grootste rotzooi. Wel de lokale dingetjes zoals worst en geitenkaas. We hebben natuurlijk nootjes gekocht. En een schep geitenkaasje. Hoppa, daar komt de bui. We hebben het droog gehaald. Een maaltijd gemaakt met lokale worstjes. En dit is geitenkaas die ik volgens die mevrouw open moet snijden. En dan moeten we eruit lepelen. Dus we gaan het doen, denk ik. Nou joh. Nou, dan moet hij eerst warm worden, denk ik. Er valt niks te scheppen. Beetje hard. Eten. Nee. Oh nee. Oh, oh, wijn. Oh? Nee. Alsjeblieft. Dank je. Je hoort de regen op het dak tikken. Dus daarom gaan wij ook aan de wijn. De peksel erop. Hij is een beetje koud. Ja, wil ik.
Kijk eens, gast. En santé. Goed. Het is niet rot. Olie bijgevuld. We hebben wat regenbuien gehad vannacht, zeg. Kachel aan. Volgens mij staat die allemaal op. Heet. Leuk plekje, rustig plekje. Leuke town. Miranda do Douro. Ik kan het zomaar in één keer uitspreken. Ja, onze aardige Truus, daar hebben we in de clinch mee gelegen. Want ze denkt dat dit een onverharde weg is. Dus ze weigerde ons hier op te sturen. Dus dan heb ik de onverharde wegen weer uit moeten zetten om als te vermijden. Dus de kans is dat ze ons inderdaad op zand paden stuurt. Maar nu ben ik gewoon ouderwets aan het kaart lezen. Ik heb twee kleine locaties een paar kilometer vooruit kunnen aangeven, maar de rest weigert ze. Heel fijn. In ieder geval is het landschap mooi. Ze wilden ons recht naar beneden sturen. Zo de helling af. Ga hier naar links. Echt, hè? Truus, wil je ons vermoorden of zo? Ze gaat weer. Over 3,9 kilometer rechtsaf een onverharde weg op. Terwijl deze weg naar Braganza gaat. Deze 218. Truus. Het is geen beste weg, maar hij is niet onverhard. Ze vond hem niet eens totdat ik hem op de kaart aanklikte met mijn vinger. Oh, wil je die? Ja, ik wil die. Nou, eens kijken wat ze doet. Ik zal het filmen. Ik zal het registreren voor het nageslacht. Dat is een leuke route. 218. Tussen Miranda do Douro. Doe zo. Miranda do Douro. En Braganza. Heel spannend. Vooral als je een Garmin als navigator gebruikt. Super. Ja, nou die zal vast een tomtom. Heb je een Garmin? Nee, dat denk ik niet. Kijk uit voor de onverharde wegen. Ze gaan recht naar beneden. Dat is een mooie. Ja, hè? Ja, hè? Wat is het nou? Hè? Oh, oh, oh. Het is te triest om er boos over te worden. Het is alleen zo'n zonde van de centen als je denkt, dus nou ben je een goede navigator. Jee. Bijna nou, €500 hebben we uitgegeven voor het ding. Over 2 kilometer moeten wij volgens haar van deze route afwijken. Ik vraag me af waarom. Hier. Zeg het nog een keer als je durft. Zeg het nog een keer. Ja. Zeg het. Ze wil dat we over 400 meter rechtsaf gaan. Nou, ben benieuwd wat voor een geitenpad dat dan is. Komt-ie. Ik ga de wereld bewijzen dat onze Truus een soort moordneiging heeft. Ze vermoordt zichzelf ook, hoor. Ik bedoel, als wij de afgrond in moeten. Nee, ze zegt het. Hier, Jan Nils, die hadden we naar beneden gemoeten. Ze noemt het niet eens meer. Dat zandpad, de afgrond in. Ja, dit is de doorgaande weg. Ik voel me groot vergeleken bij die huisjes. Ik denk dat je een stukje naar achteren moet je. Oh my god. Ja, hij kan, zij kan daar onderdoor. En niks te danken. Zo, die was boos. We zijn zeker niet welkom. Nou, het zal. Uit.
wat het Spaanse achterland heeft, dat heeft Portugal ook wel. Armen. Het grote manco met deze navigator is dat als je de onverharde wegen uitzet, wat natuurlijk eigenlijk slim is met een camper, dat zij vindt dat dit soort wegen onverhard zijn. Ze noemt het ook gewoon als je aan het inprogrammeren bent een onverharde weg. En daardoor maakt ze enorme omwegen naar grote snelwegen. Op het moment dat je snelwegen uitzet, weet ze niet meer. Gaat ze de meeste idiote bokkensprongen maken. Zet je de onverharde wegen aan, van oké, doe die er dan ook maar bij. Dan pakt ze dit soort wegen. Maar dan neemt ze ook elk gat in de vangrail om 5 meter af te snijden. Zoals ik net bewezen heb. En ik bedoel, ik ben echt niet gauw boos of zo, maar welke asshole heeft dat ingeprogrammeerd? Je moet zelf eens zo'n reis maken. We rijden nu en echt niet zonder slag of stoot. Nederland rijdt 44 rechts richting Vinnes. En dat gaan we doen. Het doel is om bij dat meertje te komen. Maar we gaan nu luisteren naar de, en dat is weer een avontuur op zich. Oké, dan. Rookgordijn. Tafik, jongens. Ja, zijn we wat aan het afvikken? Start van de eerste bosbranden weer of zo. Jezus. Zo, dan. Heel fijn. Hé, de zon schijnt. 103 naar Chavez, rechtdoor. Denk ik ja. Ja. Dat was een beetje onduidelijk. Dat was heel erg onduidelijk. Ze zei niks. Maar we zitten goed. Het is ook een feestje geweest hier. Het rode ballonnetjesfeest. Zo dan. Want die verkopen echt alles. Hier ook. Ze zijn hier gek van die winkel van Sinkel-achtige dingen. Die bazaars noemen ze dat. Onverhardig. Ze denken dat we weer naar een onverharde weg gaan. De N103. Ga naar onverharde weg, zegt ze. Echt, over 200 meter gaan we naar een onverharde weg. Slaling zocht de veldweg op. De veldweg? Ze vindt overal veldwegen. Oh, wil ze daar? Ja hoor. Dat mens is niet wijs. Alweer. Ze wil de veldweg. Je komt zeker daar bij elkaar. Ja, uiteraard. Nou, ze heeft door dat hij gewoon de normale snelweg blijft. Daar. Aan het meer. Er staan verschillende auto's hier en daar. Maar ik moet natuurlijk wel weten of we daar niet in wegzakken. En of er plek is om te draaien en zo. Dit ziet er wel veelbelovend uit eigenlijk.